Wat is er fout gegaan in 2008? 2008 heeft weer al eens bewezen hè, dat het helemaal niet zo simpel is van uw geld te houden. Hè. Al de mensen die een beetje ervaring hebben hè, met beleggen, hè, die weten dat. Hè. De meesten die beleggen hebben een hoop aandelen in hun portefeuille. En die hebben dus weer ontdekt dat die opeens kunnen halveren in waarde. Dus ja, dat is weer weg. Ja. En wanneer gaat het dat terug hebben, dat geld? We weten van de dotcom-crisis, toen was het ook min 30% of zelfs min 40% voor de aandelen. Het heeft verdomme 4-5 jaar geduurd eer dat je geld terug had. Ja. En je hebt het nog maar juist terug en boem, weer een crash en je bent weer de helft kwijt. Hè. Dus dat is niet evident. Nu, er zijn veel mensen die zeggen, een spaarrekening, dat is toch de grootste zekerheid dat je kunt hebben. Want je krijgt toch altijd x aantal procent per jaar en de kans dat je geld kwijtspeelt is klein. Ja, dat is waar. Hè? We hebben gezien, banken moeten het al heel bond maken om failliet te gaan. En zelfs als ze dan failliet gaan, dan nog worden ze gered. Hè? Dus een spaarrekening is inderdaad op het eerste zicht vrij veilig. Maar vergis u niet, ook daar kunt je zeer bedrogen uitkomen. IJsland is een zeer goed voorbeeld. In 2008, wat is daar gebeurd? De beurs is gecrashed en heeft 90% van zijn waarde verloren. De banken zijn failliet gegaan, allemaal, maar ze zijn natuurlijk overgenomen door de regering en daardoor hebben de mensen hun spaargeld nog. Maar wat is er nog gebeurd? De munt is ook gecrashed. De kroon is gecrashed. En was in het begin van 2008 je moest 90 kronen hebben om 1 euro te kopen. Ja? En wel, op het einde van 2008 moest je 290, 300 kronen hebben om 1 euro te kopen. Ja? Met andere woorden, al die mensen die dat op een veilige spaarrekening hebben gezet, hè, bijvoorbeeld ze zetten 100 kronen erop, op het einde van het jaar hebben ze 100 plus interest, en dat was 7% in IJsland, dus 107 kronen hebben ze dan. Wel, op het einde van het jaar zijn die 107 kronen 3 keer minder waard in euro's uitgedrukt. Ja? Dus met die 100 kronen konden ze 1 euro kopen in het begin van het jaar. En wel, met die 107 kronen op het einde van het jaar kunnen ze niet 1 euro kopen, maar 0,3 euro. Ja? Dat is wat er kan gebeuren met een spaarrekening. Ja? De munt kan opeens enorm zakken in waarde. En zelfs met hun interest kun je helemaal niet meer hetzelfde kopen. Die IJslanders, als die nu bijvoorbeeld een idiote frigo willen kopen, of een tv, ja, of het maakt niet uit wat, ja, dan betalen zij nu 3 keer meer voor elk product dan vorig jaar. Ja. Dat is dus enorm koopkrachtverlies. Ja. En dat is hetgeen dat je absoluut moet vermijden. En daarom dat het zo belangrijk is van je geld juist te beleggen. En juist te beleggen, dat wil zeggen dat je dat dus niet allemaal op een spaarrekening zet, dat je dat niet allemaal in de beurs steekt, in aandelen, maar dat je dat ook niet allemaal in edele metalen zou steken, of allemaal in staatsobligaties, of allemaal in kunst, of allemaal in vastgoed. Dat is allemaal zeer gevaarlijk. Hè? Want het kan allemaal enorm crashen. Ja? Nu, wat is het geheim van de permanente portfolio? Het geheim is dat, het niet zo is dat alles tegelijkertijd crasht. Bijvoorbeeld, het lijkt alsof dat in 2008 alles is gezakt in waarde. Ja? Dus vastgoed is beginnen zakken, ja? Aandelen zijn gezakt, bedrijfsobligaties zijn gezakt, kunst is enorm gezakt in waarde. Maar er is ook iets gestegen. Ja? En in Europa, zowel als in Amerika, wat is er gestegen? Dat zijn staatsobligaties. Staatsobligaties van lange termijn, die 30 jaar duren, ja? Die zijn gestegen in waarde met 30% in Amerika en 20% in Europa. Dus met andere woorden, moest je lange termijn staatsobligaties hebben gehad in je portefeuille, dan had je iets om de schade te herstellen in je aandelenportefeuille. Want aandelen zijn gemiddeld 50% gezakt in Europa en Amerika. En ja, hoe maak je dat verlies goed? Je kunt het niet goed maken met bijvoorbeeld edele metalen. Want edele metalen goud is in 2008 niet gestegen. Het is ook niet gedaald, maar het is ook niet gestegen. Dus, maar je hebt wel 50% verlies in je aandeel.
Maar je gaat dat niet goed maken met die edelmetalen. Maar als je die staatsobligaties hebt, dan kun je het goed maken. Hè? Want staatsobligaties zijn gestegen met 30% in Amerika, 20% in het Westen, in Europa. Maar je hebt ook nog eens die interest erbij, hè? Van 5% ongeveer. Hè? Dus in Amerika wil je zeggen dat je 35% en in het Westen 25% hebt kunnen verdienen aan een staatsobligatie. Nu, 25% van die staatsobligatie gaat dus niet het verlies van die aandelen volledig neutraliseren. Want daar had je 50% verlies. Hè? En hier heb je maar 25% winst. Maar de permanente portfolio heeft 4 activa's. Hè? Aandelen, edele metalen, goud, staatsobligaties, maar ook staatsobligaties korte termijn. Hè? Dus je hebt een lange termijn en je hebt korte termijn. Ja? Nu, die korte termijn, dat heeft geen 30% opgeleverd of 20%. Dat heeft gewoon de interest opgeleverd en dat is 5%. Ja? Dus met andere woorden, je hebt een 25%, dus die totale portefeuille, dat bestaat uit 25% korte termijn, daar heb je 5% winst. 25% lange termijn, daar heb je 20 à 25% winst. Dan 25% edelmetaal, goud, daar heb je in euro's, in dollars heb je maar 2-3% winst. Maar in euro's heb je daar ook een mooie winst. Want de euro is in 2008 gekelderd ten opzichte van de dollar. Ja? En is gezakt met ongeveer 10-15%, zelfs 20%. Met andere woorden, edele metalen, goud in Europa heeft ook een 10% opgeleverd. Ja? Dus die 25% doet ook 10% winst. En dan die aandeel, die hebben serieus gecrashed. En die zijn 50% minder waard. Maar je ziet dus 5% hier, 25% hier en nog eens 10% hier. En hup, heel het verlies van de aandelen zijn goed gemaakt. Dat is het geniale aan de permanente portfolio. Dat zelfs in het klimaat van 2008, dat je toch nog positief uitkomt.